Hallo, een hele besneeuwde middag en welkom bij mijn Plants vs. Zombies walkthrough, inderdaad. En ja, we zijn hier dus bij level 14 en dat is dus een speciaal level. Want nou is het heel erg echt super donker en dat is vast niet fijn voor mijn camera. We gaan wel zien hoe het gaat. En we moeten er maar even mee doen zoals het gaat. Nou ja, dit is weer zo'n level waarbij je allerlei planten krijgt die het spel uitkiest, zeg maar, en die je dan moet neerzetten. Dus dit level is best wel makkelijk eigenlijk. Je kunt het bijna niet verliezen. Dus je krijgt meer dan genoeg planten hierboven en als je iets krijgt dan moet je gewoon meteen neerzetten en dan gaat het wel goed komen. Maar ja, wat ik dus net zei, een hele besneeuwde middag. En dat slaat eigenlijk op het feit dat het nou sneeuwt, inderdaad. Dat zei ik in een lang geleden in een video ook eens. In mijn Pokémon Sapphire walkthrough. Toen was ik op een gegeven moment ook aan het opnemen en toen sneeuwde het ook. Dus ja, dat is net als vandaag. En ik moest er net doorheen. Op de fiets, dus dat is best wel vervelend. Net als wat ik vorig jaar zei toen ik er doorheen moest. En toen moest ik ook op de fiets er doorheen, door de sneeuw. Maar ja, ik red het wel, het is niet zo heel erg. Dus het valt wel mee eigenlijk, het sneeuwt niet zo heel hard. Nou, je krijgt hier in dit level ook best wel veel blovers, alleen heb je daar niet al te veel aan, want er is geen fork. Dus die kun je eigenlijk gewoon neerzetten en wachten tot je ze misschien nodig hebt voor balloonzombies. En je moet ook zorgen dat je op iedere rij een cactus hebt staan, dat is ook heel belangrijk. Voor als je de blover niet op tijd kan gebruiken ofzo, of als je het net niet ziet. En de split peas zijn niet zo heel belangrijk dat je die op iedere rij hebt staan, dat hoeft niet per se. Maar dat is wel handig, want schieten gewoon een pea af en ik weet eigenlijk niet waarom dat het zo handig is, maar ga er maar vanuit dat het gewoon handig is. Want dit level heeft raar genoeg geen digger zombies, dus ik heb eigenlijk niet echt kunnen zien wat voor zombies het wel heeft dit level, maar dat interesseert me ook niet echt. Er is wel een voordeel aan dit donkere gebeuren. Dat je kunt, als er geld valt, kun je dat beter zien vallen. Dus, ik weet niet of dat je het goed kunt horen, maar ik heb net eventjes mijn volume iets zachter gezet, want ik denk dat het iets te hard stond. Dus nou kun je me misschien beter horen dan daarnet. Zo, en nou hebben we op iedere rij minstens één cactus staan. Dus dan zitten we goed. Oh ja, ik had het fout. Er komen dus wel digger zombies blijkbaar op dit level. Dat wist ik niet, maar ik zag er net al één die kant op gaan. Maar het is waarschijnlijk omdat ik het niet weet dat ze zo snel doodgaan voordat ik kan zien dat er ook echt digger zombies zijn. Dus dat is waarschijnlijk de reden. Maar ja, je kunt ze wel een beetje horen als je goed luistert. Dan kun je de digger zombies aan horen komen en uit de grond horen komen en zo. En natuurlijk krijgen we ook weer de oh zo leuke Jack in the Box zombies met een geluidje. Dus die kun je ook natuurlijk heel goed aan horen komen als je maar goed genoeg luistert. Ja, je moet gewoon dingen neer blijven zetten en dan komt het wel goed allemaal. En zoals ik al zei, je krijgt genoeg planten, dus dat is het probleem niet. Nou, je moet eigenlijk niet bang zijn dat de dingen worden opgegeten, want als dat zo is, dan krijg je toch snel genoeg weer een andere plant om ze terug te zetten. Dus daar heb je niet echt zoveel last van.
En we krijgen ook genoeg pumpkins, dus als je die een beetje naar voren neerzet, dan worden die planten ook minder snel opgegeten. Nou ja, mijn twee rijen met water staan helemaal vol, dus ik kan niet echt veel met deze sea shrooms en lily pads. Dus. Even kijken. Ja, je moet echt, als het licht wordt, moet je heel snel kijken en even goed plannen waar je dingen neer gaat zetten en zo. Want je krijgt maar heel korte tijd en dan wordt het weer helemaal donker. Dus dit is waarschijnlijk heel erg slecht op mijn camera om te zien. Maar dat is dus alleen voor dit level is dat even zo. Ik excuseer me ervoor dat het zo slecht kwaliteit is. Maar ja, dit is het einde alweer. En nou wordt het weer lichter. Dus nou ja, dan krijgen we dus de eerste de catapult plant. Dus dit is de cabbage plant. En dat is de eerste van de drie catapult planten. Nou ja, nou gaat Crazy Dave helemaal uitleggen dat de zombies ook nog op het dak zijn of terecht zijn gekomen. En dat is best wel grappig, want nou moet je ook je dak gaan beschermen en zo. Dus, maar ja, dat moet je dus doen met de cabbage plant, want de peashooters en repeaters en zo die werken niet op het dak. Maar ik ga eventjes snel een achievement halen. Wat ik ook heb gedaan tijdens die andere levels, weet je wel, tijdens die pool levels. Toen heb ik ook een achievement gehaald. En dat ga ik nu weer proberen. Dus dat is een achievement dat je geen catapultplanten op het dak mag gebruiken. Dus ja, wat heb ik hier nog verder nog nodig? Ik denk dat ik even snel een item ga kopen hier. De Twin Sunflower. En dat is een hele goede plant, zeker. En dat is dus zeg maar twee sunflowers in één. Dus dat is echt super handig. Het enige nadeel van de Twin Sunflower is dat die best wel duur is, 150. En hij recharge heel erg langzaam. Dus je moet best wel even wachten voordat je er weer één neer kan zetten. Maar later zijn Twin Sunflowers echt super handig. En als je ze vroeg koopt, dan heb je er heel vroeg al profijt van. Dus dat is best wel handig. Ik vind zelf de Twin Sunflowers heel fijn. Het enige voordeel aan de Twin Sunflowers is eigenlijk dat het gewoon plek bespaart. En dat is vooral hier op het dak heel handig. Want zoals je ziet heb je maar... kun je bijvoorbeeld niet hier dingen neerzetten waar ik nu met mijn muis ben. Daar kun je niks neerzetten, want er staan niet van die flowerpots. Nou ja, daar gaat de eerste Twin Sunflower al. En ik hoop dat deze nog op tijd recharge. Of omhoog komt, zeg maar. Ja, zoals je net zag, die Twin Sunflower die ik heb neergezet, die gaf twee keer zon af. Nou, verdomme. Hij kwam net niet op tijd naar boven, dus dat was best wel vervelend. Maar dat geeft niet. Ja, je moet die potato mines op tijd neerzetten. Als ze ongeveer drie vakjes verwijderd zijn van de potato mine ofzo, dan moet je hem echt neerzetten. Maar daarna moet je het niet meer doen. Want dan redt hij het niet meer. Maar ja, het sneeuwt dus, om even wel op dat onderwerp terug te komen. En dat is best wel vervelend, want ik moest er net doorheen op de fiets. Ik kom net van school af. En ik dacht, ja, ik ga zitten en ik ga meteen dit opnemen. Want ik loop een beetje achter qua video's. En ik heb toch niet echt veel meer te doen. Ik heb natuurlijk wel huiswerk, maar ja, jullie kennen me allemaal wel een beetje. En ik doe liever dit dan huiswerk of zo. Ja, we hebben nou al genoeg zon zoals je ziet en we hebben nog niet zo heel erg veel sunflowers. Maar dat komt door die Twin Sunflowers en zo. Ja, zo dadelijk is het plan dus om allemaal chompers neer te gaan zetten. En die kunnen dan de zombies gewoon opeten als ze komen.
Hier, let op, hè. Hop. Zo. Daar zijn we ook vanaf. Ja, dat is dus zo fijn aan die chompers. En ja, ze rechargen best wel snel, dus die kunnen we dan ook weer snel neerzetten. Ik zal nog steeds de potato mine en de squash blijven gebruiken voor een lange tijd, dat wel. Maar ja, zoals je ook ziet is het level niet al te lang en zijn we hier waarschijnlijk snel mee klaar. Ja, ik denk dat we hierna, dus na dit level, krijgen we dus die flower pot, dus waarmee we planten op het dak neer kunnen zetten. Die hebben we dus nu nog niet, dus je moet heel voorzichtig zijn dat deze hiervoor niet worden opgegeten. Want anders kun je geen planten meer neerzetten. Dus ja, het eerste level geven ze hier nog best wel veel flower pots, omdat je die zelf nog niet kunt neerzetten. Oh, sorry. Nou, die was een beetje smerig. Sorry. Ja, er is op een gegeven moment ook een heel level wat je moet doen. En daar moet je ook alleen maar chompers bij gebruiken. Dat is zo'n level waarbij je planten krijgt die het spel uitkiest, weet je wel, die we net ook gedaan hebben. Zo. Ja, dit heeft ook echt geweldige muziek, het dak, vind ik. Ja, als je echt goed luistert, dan is het zo'n vet deuntje, vind ik. Oh jee, er komt er hier eentje door hier beneden. Nou ja, we zijn dus al één flowerpot kwijt, oh jee. Ja, dit is dus de laatste zombie, zie ik net. En dat was de laatste zombie, ja. Nou ja, nu krijgen we dus, zoals ik al zei, de flowerpot. En nu een achievement. Hier, achievement. En dan grounded. Zo heet het, heet die achievement. Defeat a normal roof level without using any catapult plants. Dus dat is de bedoeling van die achievement. Dus als je die zelf wil gaan halen, dan zou ik aanraden om het op dat level te doen. Dat is het makkelijkste. Hey neighbor, ik had some new items for sale. Dus dan gaat hij introduceren aan een aantal nieuwe items. Zoals deze, de roof cleaners, die hebben ze dadelijk ook nodig. Dus die moet ik ook weer gaan kopen en die zijn ook best wel duur. En deze nieuwe upgrades, de spike rock, dat is de upgrade van de spike weed. Daar ben ik zelf een heel groot fan van. En de magnet shrooms, de gold magnets. De upgrade van de magnet shrooms. En die verzamelen allemaal geld en zo. Nou, dan gaan we de rake kopen en ik koop meteen deze even. Nou, we hebben niet zoveel geld meer, nog maar iets van $340. Maar die roof cleaners hebben we wel nodig. Want anders, als er dan zombies doorkomen en we hebben geen roof cleaners, dan... Ja, dat is best wel vervelend dat je die dan niet hebt. Want dan ben je in één keer game over. En het is de bedoeling dat we niet game over gaan. Nou ja, dus we gaan weer gewoon rustig door. En zo. Ja, het begint echt heel rustig, het deuntje van op het dak. Maar daarna gaat het echt helemaal... rockt het echt helemaal, weet je. Yeah. Ja, ik heb net dus weer de rake gekocht. Dus, pats. Ja, dat is altijd fijn om die rake te hebben. Ja, dit is ook allemaal weer het begin van nieuwe dingen met levels. Dus, een nieuwe lijn met allemaal levels. Want nou krijgen we dus de komende levels die we nou gaan krijgen, die zijn allemaal op het dak. En het gaat nog door tot 15 en dat is dan het eindbaas level. Dus wees gerust, er is niet nog een level 6-1 tot en met 16. Want nee, dat hebben ze toch maar niet gedaan, want anders werd het te lang, denk ik. Want anders zou het nog
nog een dak nachtlevel of zo, weet ik veel. Maar ja, dat zou best wel vet zijn geweest eigenlijk, maar ja, die zijn er dus niet. Nou ja, het enige level dat hier op het dak afspeelt en dat in de nacht is, dat is het eindbaas level. Dus er bestaat eigenlijk wel een nachtlevel op het dak, maar dat is gewoon het laatste level. En dat zie ik niet echt als een level. Het is meer als een soort, ja, eindbaas, weet je. Ja, weet je, heel goed geformuleerd. Nou, dan laat ik eens zien hoe de catapult plant werkt. Die schiet dus allemaal kool eigenlijk. Dat zijn kropjes sla en kool en zo. Want cabbage betekent kool natuurlijk. Dat weet ik dan weer met mijn geweldige Engels. Maar ja, dus die zijn... Die zijn eigenlijk gewoon net zo sterk als een peashooter. Dus die power staat gelijk aan. Alleen ze vuren wel wat langzamer dan een peashooter volgens mij. Ja, die pole vaulting zombies zijn helemaal gek. Braids. Ik weet niet of je dat kon horen, maar dat riep net echt een zombie. Die heeft zo'n braid. Dat is een heel gek toontje. Ja, dan kun je dus die pot dingen neerzetten. En dat zorgt ervoor dat je meer plekken planten neer kunt zetten. En dat raad ik ook aan om dat te doen, want dan heb je ook meer plek voor een strategie om het helemaal op te bouwen en zo. Oh. Er komt weer een pole vaulting zombie aan. Nou, mijn plan is dus om hier een aantal cabbage pots neer te zetten en dan gewoon een rij met talnuts, pumpkins ervoor. En dat heb ik trouwens nog niet verteld, maar wat echt super handig is, omdat de talnuts, het duurt heel lang voordat de zombies daar doorheen zijn gekomen met eten. En de pumpkin ook. Dus echt wat super handig is om gewoon een talnut neer te zetten en daar een pumpkin omheen. Daar komen de zombies echt bijna nooit doorheen. Want dat duurt zo lang voordat ze die op moeten eten. Maar ja, dat werkt dus alleen als je maar een enkele zombie hebt. Als er meerdere zijn, dan eten ze daar zo doorheen. Ja, zo, dit is dus de bedoeling. Dat ze ze overal van die talnuts staan met pumpkins eromheen. Nou is het al een beetje, weet je, dan zit er al meer beat in. Ja, weet je, het is gewoon super vet. Hier, kijk, dan staan er hier twee aan te eten en dan er maar één. Ja, anders gaat het best wel snel. Hier. Squash your ass. Ja, de Twin Sunflowers zijn echt helemaal geweldig, vind ik. En zoals je ziet vind ik het ook heel fijn om ze te gebruiken. Dus die zal ik vanaf nu af aan meestal wel gaan gebruiken hier op het dak. En misschien ook nog bij andere minigames of weet ik veel, puzzle modes of zo. Ja, en als je niet houdt van het uitgeven van je geld en je wilt die Twin Sunflower niet kopen, dan hoeft dat niet per se. Alleen het zal wel moeilijker zijn om dan die levels op het dak allemaal te halen. Ik denk dat ik die beter hier beneden had kunnen zetten, maar ja, dat maakt niet uit. Dan moeten ze nog maar wat weer van die planten op, of van die potten opeten. Dat vind ik toch niet erg. Nou, ik zit me nou net te bedenken, dat moet best wel... Ja, het zal niet goed zijn voor zo'n zombie, want die eet gewoon een hele pot op. Weet je, hij is zo aan het eten en dat is gewoon van steen, echt keihard steen. En er zit ook nog aarde in en zo.
En dat eet hij gewoon op, dat vind ik best wel gek. Maar ja, weet je, die zombies die zijn toch wel dood, die kunnen alles eten wat ze willen. Het lijkt me best wel vet om alles te kunnen eten wat ik wil. Nou, dat doe ik nou toch al zo'n beetje, dus dat maakt niet uit. Ja, we zitten hier nu al over de 20 minuten en dat is heel erg vervelend voor mij, want het blijkt wel dat als ik over de 20 minuten heen ga, dan is het uploaden op YouTube echt heel erg vervelend en moet ik het, ik weet niet hoe vaak, opnieuw proberen. Dus dat wordt weer heel erg leuk voor mij om te gaan doen. Daar kijk ik al zeer naar uit, helemaal niet dus. Maar ja, dit level is bijna afgelopen en dan kan ik stoppen met opnemen en dan kan ik het gaan uploaden. En schiet een beetje op mijn doodgaan en zo, dan kan ik verder. Oh, dit was nog niet de final wave, ik dacht dat het de final wave al was. Ja, dan komen daar dus bungee zombies en die pakken je planten allemaal mee. Maar dat maakt niet uit, dat hebben we toch genoeg zon. Later krijgen we ook daar ook nog een plant voor om daar tegen te beschermen. Zo. Ja, echt super vet dat deentje. Nou ja, als deze allemaal nog eventjes doodgaan. Maar er stonden er drie precies op elkaar, dat was vet. Ja, en dan krijgen we dus de tweede katapultplant. Maar daar vertel ik de volgende keer meer over, want ik moet nu echt stoppen. Anders wordt het weer heel erg langdradig en dan duurt het weer heel erg lang om te uploaden. Dus nou ja, de volgende keer gaan we onder andere level 5-3 doen en dan zie ik jullie allemaal weer. Misschien weer als het sneeuwt en misschien niet, wie weet. En dan ga ik nu heel fijn dit video ding uploaden. En dan, nou ja, bedankt voor het kijken en doe allemaal die like dingen, die knopjes aandrukken. Want dat zou ik heel erg fijn vinden, want dan weet ik dat jullie het leuk vinden wat ik doe en dan ga ik zeker door. Dus ja, dan zie ik jullie allemaal bij part 15 weer. Houdoe!